De zoektocht naar ruwe olie in het kustgebied van Suriname zal binnen niet al te lange tijd vruchten afwerpen voor de staatsoliemaatschappij. Dat verzekerde directeur Rudolf Elias donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf. Hij stelt dat het bedrijf meerdere kansen heeft om een grote oliefonds te doen in de komende maanden. Daarvan is hij, net als andere deskundigen, overtuigd. Hoewel de boringen van staatsolie tot nu toe niet succesvol zijn geweest, benadrukt Elias dat de vondst nu binnen handbereik is. Wat Guyana olie gevonden heeft in de laatste twee putten, en de laatste die is wel heel erg dichtbij deze reeks. We verwachten dus ook, en met ons de wereld, dat Apache succes gaat hebben bij het zoeken naar olie. En dat is niet onze enige kans. Rika gaat jullie dadelijk vertellen wat onze volgende kansen zijn. Maar het is very exciting wat hier gebeurt. En in dit gebied is er gewoon ontzettend veel olie. En dat stopt niet hier. Dat zie je ook, want hier is olie. En dat is dezelfde olie als die hier gemaakt is en hier gevonden is. En dit is ook dezelfde olie. Dus in deze range verwachten wij gewoon dat we eerstdaags, is dat niet dit jaar, dan is dat volgend jaar of het jaar daarna, een grote oliefonds gaan hebben. En als we eenmaal die sleutel hebben en we weten waar we die olie moeten zoeken in ons gebied, verwacht ik dat we net als Guyana de ene fonds naar de andere fonds zullen krijgen. Het zijn dus voor staatsolie, maar ook voor Suriname, very exciting times ahead of us. Exploratiemanager Rekha Bisumbar gaf aan wat er tot nu toe is gedaan in het zoekproces. Ook zij stelde dat er genoeg reden is voor staatsolie om optimistisch te zijn. En we beginnen het steeds beter te begrijpen en dichter bij die sleutel te komen. Dus we verwachten spoedig dat we meer controle hebben en een beter succes. So we say we are on the right track. We're not there yet, maar we begrijpen het steeds beter en onze bezem die we dan beter begrijpen, gaat ons in staat stellen om die successen te boeken. We zien dus dat we nu een programma hebben van 7 wells. Het programma is gereduceerd van 9 naar 7 putten. En waarom is dat gebeurd? Onze initiële put 3 op het 9 putten programma van vorig jaar, dat was afhankelijk van put 1. Put 1 Marai, als die succesvol zou zijn, zouden we put 3 boren. Maar omdat het niet succesvol was, hebben we 3 eruit gehaald. Risico's van nummer 3 waren toegenomen om geen reservoir eraan te trekken. Een andere put hebben we ook van de lijst gebracht naar die tweede, uit de lijst gehaald van die tweede, naar die tweede put. Want daar zagen we dat trapping, dat die olie goed daar contain moet hebben, die dus niet heeft gewerkt bij die tweede, dus ook niet bij een andere put gaat werken, Ocelot. En die hebben we dus ook van de lijst gehaald. Dat was Rekha Bisumbar, exploratiemanager van Staatsolie, donderdag bij de presentatie van de jaarcijfers van het bedrijf. Ze is ervan overtuigd dat het bedrijf binnenkort een grote oliefonds zal doen in het zeegebied.